De rode duivels zitten in Brazilië en de zomervakantie is vlakbij. Er zal dus sowieso gefeest worden. Sommigen doen dat zonder alcohol, maar voor anderen hoort er nu eenmaal een goed glas bij. En daar is niks verkeerd mee. Voor zover je niet overdrijft en nadien niet meer achter je stuur kruipt. Je hoort me dus al komen. Jawel, het BVV voert een nieuwe Bob-campagne. Dit keer met de steun van enkele BB's, bekende Belgen. Elke Belg kent verhalen van zijn familie, van zijn vrienden. Iedereen heeft persoonlijke drama's meegemaakt. Niet alleen van mensen die er niet meer zijn, mensen die de rest van hun leven in een rolstoel zitten, maar ook van mensen die nog hun hele leven afbetalen omdat ze ooit eens een glas te veel gedronken hadden en dachten dat het toch allemaal wel ging en die dan een ongeval hebben veroorzaakt. Dus ik denk dat in wezen iedereen er wel van overtuigd is. Alleen moet je die klik maken als je naar een feestje gaat van echt van tevoren afspreken van wat ga ik doen, hoe ga ik dat plannen en dan kan ik met volle teugen van het feest genieten. Het is niet zo dat wij meer drinken of minder drinken dan in andere landen, maar in andere landen is gewoon de sociale afkeur ten opzichte van drinken en rijden veel hoger dan in België. We willen ervoor zorgen dat dankzij deze campagne en de steun van de bekende Belgen, dat eigenlijk heel de bevolking die reflex gaat krijgen om tegen mensen die dronken achter het stuur kruipen te gaan zeggen van hé zeg, dat doe je niet, dat is helemaal niet grappig. Horeca Vlaanderen steunt absoluut de zomerbobcampagne die het BVV gelanceerd heeft. Om de eenvoudige reden dat bobben eigenlijk betekent dat je niet thuis blijft, maar dat je gaat feesten. Maar dat je wel op voorhand nadenkt van hoe je na het feesten op een veilige manier naar huis kan komen. Hoe doen wij mee? Wel, wij roepen elk restaurant en café op om mee te bobben. En je kan dat herkennen aan die sticker die je ook bijvoorbeeld hier in de Vogelzang in Hasselt terugziet. Een ondernemer gaat dan nadenken hoe mensen op een veilige manier ook na het feesten thuis kunnen raken. En dat kan eenvoudig zijn door taxi-telefoonnummers te voorzien, door ook te voorzien dat er voldoende niet-alcoholische dranken op de kaart staan. Bijvoorbeeld ook in restaurants aangepast aan de maaltijd. Want uiteindelijk, en dat is het belangrijkste, bobben wil eigenlijk zeggen gaan feesten, maar veilig gaan feesten. En daar hebben wij uiteraard als horeca alle belang bij. Ik ben vandaag Bob. Ben je Bob? Ja. Wanneer spreek je dat af? Voordat we vertrekken. Dus. Dan is er nooit geen probleem. We hebben een Bob. Wie is er Bob? Kameraad rijdt. Mensen die drinken en daarna toch nog rijden, wat vind je daarvan? Zou eigenlijk wel hard mogen aangepakt worden. Waarom? Gewoon al uit principe. Ik vind dat je een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Voor je eigen kun je misschien overtuigd zijn van oké, ik kan er wel één of twee aan. Maar als je een ongeval krijgt, die persoon wat omvergereden wordt, die heeft er vaak niks mee te maken en dat is wel een zonde eigenlijk. Meestal gaan we met de taxi. Ofwel blijven we bij iemand die daar dichtbij woont. We gaan altijd wel op een plaats waar iemand dichtbij woont en dan blijven we daar overnachten en dan gaan we te voet. Zie je altijd dat je een bob hebt als je wilt drinken. Goede afspraken maken goede vrienden en zeker voordat je begint te drinken. Rijden met alcohol, ook al ben je voorzichtig, is een zeer, zeer slecht idee. Doe het toch, dan zou een leuk feestje wel eens kunnen eindigen in een ware nachtmerrie. En een alcoholcontrole zoals deze is dan het minst erge wat je kan overkomen. Want slechts één verkeerde beslissing kan al andere catastrofale gevolgen hebben. En als de drank is in de man, dan is de wijsheid in de kan. De enige juiste beslissing is dus bobben. Of je vooraf organiseren om veilig thuis te geraken. Want go for zero! Deze uitzending kan je ook bekijken op de website van het BVV en van de federale politie.